Hallo, in deze video laten we je zien hoe je jouw Nescafé Dolce Gusto drop ontkalkt. We raden je aan om je drop elke 3 maanden of wanneer de aan- en uitknop oranje brandt te ontkalken. Je kunt de ontkalkingskit van Durgol voor jouw Nescafé Dolce Gusto in onze webshop kopen. Giet de volledige fles ontkalkingsmiddel in 500 ml drinkwater. Zorg ervoor dat het waterreservoir leeg is. Giet het ontkalkingsmiddel in het waterreservoir en plaats dit terug. Pak het spoelelement. Dit helpt het water te sturen tijdens het ontkalkingsproces. Maak je geen zorgen als je geen spoelelement hebt. Je kunt je drop ook zonder spoelelement ontkalken. Plaats de capsulehouder terug. Verwijder het lekbakje. Gebruik een opvangbak om het water mee op te vangen. Zorg ervoor dat het apparaat uitstaat en houd de aan- en uitknop ten minste 5 seconden ingedrukt tot deze groen en oranje knippert. De knop blijft gedurende het hele proces knipperen. De machine geeft automatisch 7 streepjes weer. Raak de knop voor heet aan. Het water zal beginnen te lopen en weer stoppen. Dit duurt ongeveer 2 minuten. De streepjes gaan langzaam van 7 naar 5 terwijl de machine ontkalkt. Raak de knop voor koud aan wanneer deze knippert. Het water zal nu blijven lopen. De streepjes gaan langzaam van 5 naar 4. Voor het beste ontkalkingseffect gaat het apparaat automatisch in de wachtstand. Dit duurt 2 minuten. Wanneer je 4 streepjes en de knop voor heet ziet, kun je beginnen met spoelen. Leeg de opvangbak en plaats deze terug. Spoel het waterreservoir om met drinkwater. Vul het vervolgens weer met drinkwater en plaats het terug. De knop voor heet zal nu knipperen. Raak deze aan om te beginnen met spoelen. Wacht tot het water stopt met lopen. Leeg de opvangbak en plaats deze terug. Vul het waterreservoir opnieuw en plaats dit terug. De knop voor koud zal nu knipperen. Raak deze aan om door te gaan met spoelen. Het water stopt met lopen als het waterreservoir leeg is. Verwijder de opvangbak. Plaats het lekbakje terug. Zet de drop uit. De volgende keer dat je de drop aanzet, zal de aan- en uitknop groen branden. Verwijder het spoelelement en bewaar dit voor toekomstig gebruik. Wees voorzichtig met de waterinjector. Droog de binnenzijde van de kop met een zachte doek. Spoel de capsulehouder om met drinkwater. Droog hem af en plaats hem terug.
Bedankt voor het kijken. Je kunt nu genieten van het bereiden van heerlijke koffiecreaties met jouw drop.